waterpopcornmachine. Ik voorspel een gigantische trend in onderwatersnacks. Deze boot is zelfs nog beter dan de boot die de iGirls hadden in die één aflevering waarbij ze de onderwateraliens gingen zoeken. Dank je, Shani. Ahoy! We hebben de schat gevonden. Hallo, robijnen. Polly, we moeten gaan. Het oude alarm, je vader. Polly, ben je daar? Koningin paniek! Polly, ga je mee naar het strand? Wauw. Wat ben je aan het doen? Ik ben het aquarium aan het bouwen. We vertrekken over 2 minuten. Denk eraan, we mogen niet te laat komen, omdat... het vandaag de trouwdag is van mama en jou. En daarom moet alles net als toen perfect zijn. Oeh, dat scheelde weinig. Sorry, crew. Oh, de jaarlijkse trouwdag strandviering. Oeh, dat is nog leuker dan een knoopje op een knoopje. Voordat jullie familiedagje begint, een kleine go-big voor mini Laila en Shani? Of misschien vinden jullie het wel leuk om erbij te zijn. We moeten een boot testen, golven trotseren en ankers, liften. Stranddag! Yes! Wat denk je van dit plekje? Ziet er behoorlijk perfect uit, vind ik. Die ophaalbrug is belachelijk. Meer ophaal en minder brug. Veel te veel meeuwen. En je weet wat ze zeggen over meeuwen. Dat ze weten wat de perfecte plekjes zijn? Nee, het zijn de ratten van de zee. Kijk daar! Snel! Weet je zeker dat het een goed plan is om mee te gaan, Laila? Natuurlijk, Shani. Polly wil dat graag. En het strand wil dat ook graag. Win-win. En trouwens, van die frisse zeelucht gaat mijn haar zo lekker dansen. Oh jee. Hey jongens, dit wordt de plek. Het is precies waar ik je moeder ten huwelijk heb gevraagd. Dit is echt de perfecte plek. Mooi. Nu we er toch zijn, neem ik even een plons in het water. Wil je mijn supergave, extra speciale maak je moeder aan het huilen cadeau niet even zien? Tuurlijk. Kijk, deze diamanten staan voor onze familie. 1 voor Piers, Polly en Paxton. Wat een zoetsappig cadeau, papa. Laat hem, Piers. Mama vindt het vast geweldig. Nou, ik neem heel even een duik. En ik ga even lekker uitgebreid liggen tukken. Had ik al gezegd dat vandaag perfect moet zijn? Zeker weten. Hé, hey, wat is... Hé, hey, nee, scheer weg. Ga weg, lelijke krabben. Ga weg, niet vandaag, niet vandaag. Ja, zeker wel vandaag. Vandaag is het onze dag, Gwen. Oh, gaan we dan eindelijk die enorme Big Bubba's burger eten, zodat we met onze foto aan de muur komen? Nee, we pakken vandaag het medaillon van Polly Pocket. Dit doet pijn. Het is hier wel drukker dan het vroeger was. Ik ben zo weer terug. Ik ga heel even zwemmen. Wacht, je moeder is net een bloedhond. Die ruikt een verrassing van een kilometer afstand. Als ik de ring heb, dan merkt ze dat. Dus jij bent vandaag de officiële ringdrager. Officiële ringdrager? Dat klinkt officieel. Dat kan ik wel. Wat? Ik had hem net nog. Waar is hij gebleven? Nou, misschien is hij gevallen. Maar waar? Maar hij draait toch niet benen, zeg. Waar is hij? Waar is hij nou? Pap, ik loop je spoor wel na op het strand. Goed idee, Polly. Dan ga ik weer lekker tukken. Dat dutje was echt heerlijk. Piers, doorzoek de tassen. We moeten hem vinden voor je moeder hier is. Want alles moet vandaag echt perfect zijn. Je moet echt iets aan die ventilatie doen hier binnen. Ik was echt bijna gestikt in Laila's parfumlucht. Nou, ik moet toch lekker ruiken voor onze boottocht? Sorry, we gaan echt. Maar we moeten eerst een ring zoeken die mijn vader is verloren. Go big, Laila en Shani. Hoe sneller we die ring vinden, hoe sneller we de onderzeeër kunnen testen. We helpen je graag. En nu kan ik mooi mijn nieuwe sandalen van Chloe Parmesino proberen. Ah, blijf van mijn schoenen af, Sushi Roll. Kijk, die krab heeft de ring.
Krabbenholletjes staan eigenlijk op mijn doe-maar-niet-lijstje. Over die doe-maar-niet-lijst gesproken, ik zou nooit naar Nacht van de Klauw kijken. Ik heb hem wel gezien en dat doet me sterk twijfelen aan je plan. Trouwens, de opening is veel te klein. Oh, juist. Het medaillon, het krimpen. Tiny Power! Kom mee! Gwen! Hallo jongens, daar zijn jullie. Ze is te vroeg. Ik leid er wel af. Blijf zoeken. Denk eraan, zonsondergang. Lieverd, schatje, allerliefste. Dag lieverd. Gaat alles wel goed hier? Je hebt een beetje... Oh, dit. Je weet hoe ik van het zand hou in mijn gezicht en ogen. Dan voel ik me weer jong. Kom op, ik wil je graag iets laten zien. Die kant op. Kom op, Shani. Wat denk je dat die kleine krabbetjes gaan doen? Jou aanvallen? Wow, het is een glinsterende droom. Deze grot staat van nu af aan op mijn hotlist. Als je het over een ondergrondse operatie hebt. Ik wist niet dat krabben zulke dieven waren. Waar moeten we beginnen? Laten we er maar gewoon inspringen. Zolang ik dicht bij een paar parels kan zijn. Bling, bling. Laila, focus. We moeten de ring vinden. Juist, de ring. Shani, het bloed is uit je gezicht weggetrokken. Die look staat je niet zo goed. Jongens? Nee! Wow! Ik ben oké. Okay. Toen je het over de droom had, bedoelde je toen geen nachtmerrie? Hou vol, Shani. Ik kom naar beneden. Hey, kleine jongen. De ring moet hier ergens zijn. Wegwezen, krabbemans. Opschieten, Laila. Ik kan ze niet langer tegenhouden. Wacht, volgens mij zie ik hem. Hier ligt hij. Moet je die steen zien? Goed gedaan hoor, meneer Pocket. Kom mee! Daar gaan we! We zijn er bijna! Wat is... Polly! Michel Grande? Polly! Ik heb je, Pocket. Ga weg en laat me los. Hé, hey, Gigi. Ik heb frietjes gehaald. Wil je ook? Hé, hey Gwen. Mag ik er eentje hebben? Ja, tuurlijk. Vliegende ratten. Ratten van de zee. Polly, de meeuwen. Het komt wel goed. Jongen. Aan jou hebben we echt veel meer dan aan die krabben. Kijk, hè, Polly Pocket. Ik zie niks meer. Nee, de ring. Was er nou iets dat je me wilde laten zien? Ja, oeh. Moet je zien. Dit is toch knap gemaakt, vind je niet? Ja, maar wel hetzelfde als die drie vorige zandkastelen. Dank je, Meeuwie. We moeten dat kasteel in zien te komen om de ring te pakken. Polly, ouderalarm. Grande alarm. Snel, volg mij maar. Te gek
hoe ze het hier binnen heeft gedecoreerd. Zand is zo in deze zomer. Mooi. Maar ze combineren 16e eeuwse architectuur met 17e eeuwse details. Als ik een ring was die uit de lucht kwam vallen en in dit kasteel terechtkwam, waar zou ik dan zijn? Waar? Polly? De ring! Hij zit vast! Schiet op! Mijn armen beginnen een beetje te verzuren. Horen jullie dat ook? Het klinkt een beetje als een fontein. Of een stroming. Of een... Vloedgolf! Help eens! Ik heb haar, Gigi. Ik heb haar! Oh, mijn beestenwerk! Crafty vrouwen! Dit is onze kans. Springen! Misschien moeten we je vader gewoon vertellen dat de ring weg is. Wacht, ik heb een idee. Zeg alsjeblieft dat je me hebt gevonden. Mijn armen zijn zo vermoeid en mijn vingertoppen zijn schraal van het graven. Oké, hoe dan ook. Ik ben zo weer terug. Met de ring. En moet je dit toch eens zien? Mobiele toiletten? Ja, ja, ik weet het, maar je krijgt toch een beetje een soort Stonehenge-gevoel? Wacht, en deze dan? Een soort van paaseilandopstelling. Ja, als dit is wat je me wilde laten zien... Ja, nee. Nee, maar... Waarschuwing, muisstroom niveau 8. Sterke stromingen kunnen turbulentie veroorzaken. Hou je goed vast! Polly, muisstromingen zijn gevaarlijk. Het is gelukt. Het is eigenlijk net als fietsen. Alleen fietsen we nu onder water, in een onderzeeër. Hoe moeten we ooit zo'n kleine ring terugvinden in deze enorme oceaan? Ik gebruik Genie om het radarsysteem te laten scannen naar de ring. Juist. En als je toch bezig bent, kun je Genie even wat rustige muziek laten spelen? Ik heb het niet zo op die enge oceaan. Diameter van ongeveer 2 centimeter, metaal met mineraalstenen inzet. Er is iets gevonden. Kijk daar! Is hem niet. Hé, kijk daar! Er ligt zoveel rommel op de bodem. Die ring gaan we echt nooit meer vinden. Polly, stijging van de buisstroom. Niveau 10. Hou je vast! De stroming is te sterk. Ik krijg hem niet onder controle. Ik heb het! We moeten ons niet verzetten, maar meegaan op de stroming. Die leidt ons rechtstreeks naar de ring toe. Soms moet je je gewoon laten meevoeren, meid. Ja! Ik hoop dat je gelijk hebt, Johnny. In de snackbar? Barracuda! Ah! Oh nee, de ring! Ah!
maar halen als je hem terug wilt. Nee. Oeh, Gwen, haal de cel omhoog. Meiden, zet je schoon. Grizel heeft onze ring. Misschien moeten we het maar laten zitten en terug aan land gaan waar de dreiging van de Barracuda substantieel lager is. We geven het niet zomaar op. Die ring betekent heel veel voor mijn vader. Ik ben zijn officiële ringdrager, dus ik zal die ring terugbrengen. De ring is van mij! Wacht, zaten we dan niet achter Polly's medaillon aan? Oh, Polly wil deze ring graag hebben. Nu wij hem hebben, komt ze vanzelf naar ons toe. Snap je? Zijn jullie klaar? Ja! Nooit! Polly zal dit glimmende nieuwe lokaas niet kunnen weerstaan. Het medaillon is van mij! Daarna mag ik meer frietjes, toch? Ik zie hem. Ik ga er naartoe. Wow! Hey, Polly. Vang haar wel. Pak die ring. Zorg dat haar vriendjes ze niet pakken. Nou. Geef me dat medaillon of je gaat de plank op. Geef me die popcorn, Shawnee. Hoe kunnen jullie nu aan eten denken? Shawnee heeft die niet meegenomen om op te eten. Go Big Popcorn! Kom mee, opschieten! Blijf van me af, stelletje vieze zeegatten! En mijn strandkapsel zit nog steeds fantastisch. Kijk, dat noem ik nou een win-win. Nog niet helemaal, Layla. We moeten nog terug naar de kust. Kom, daar gaan we. Ah, heerlijk zo'n strandwandeling. Toch, lieverd? Nou, de eerste 8 kilometer wel, ja. Ik gebruik Genie's diagnostische test om het schip te scannen. Om de ring bij papa te krijgen, moeten we eerst de onderzeeër maken. Misschien moeten we groot worden en gewoon terugzwemmen. De oceaan is veel te onrustig en we zijn te ver van de kust. Het maken van de boot is onze enige kans. Catastrofale schade aan buitenste ring. Wow, de propeller is eraf. De schroef die hem op zijn plek houdt is gebroken. Oh, wat kunnen we gebruiken als vervangende buitenste ring? Buitenste ring. Buitenste ring. Een ring. Een ring. Een ring? Oh, een ring! Ik heb het net even opgezocht en hij heeft de perfecte diameter. Bedankt, Shawnee. Layla, heb je de wetsuits gepakt? Ja, dat heb ik zeker. Zet hem op, meid. Dag gelopen en nu word ik geblinddoekt. Ik dacht dat je me graag iets wilde laten zien.
lieverd. Ik heb het thuis veel te druk. Ik heb toch geen tijd voor deze flauwekul. Ik wilde zo graag dat alles perfect was. Wat wil je nou eigenlijk tegen me zeggen? Ik wilde gewoon dat alles perfect was. Fijne trouwdag, lieverd. Dit is geweldig. Dezelfde plek waar we ons verloofd hebben. Maar nog veel beter dan toen. Ons hele gezin is erbij. Ja, schat, er is wel iets veranderd. Oh, wat was dat? Gefeliciteerd met je trouwdag, mam. Ik hoop dat je dit hier allemaal leuk vindt. Of ik het leuk vind? Het is geweldig. Nu is het klaar met die zoete romantiek. Wie wil er een stuk taart? Je weet wat ze zeggen over meeuwen. Dit is de plek, iGirls. Kapitein Rocco voor Luna. Kun je me horen? Luid en duidelijk. Zuurstofgehalte is nog altijd stabiel, kapitein. Zijn jullie klaar om fase 2 van de missie in te gaan? Ik ben er klaar voor, kapitein Rocco. Een kleine stap voor de iGirls, maar een enorme stap voor de ruimtevlaggenmode. In de naam der iGirls verklaar ik, kapitein Rocco, de buitenaardse invasie! Deze laarzen zijn gemaakt om te rennen en dat gaan ze nu ook doen! We maken dat we hier wegkomen, naar het ijsschip! Wat moeten we nu doen? Waarom vraag je dat aan mij? Jij bent onze kapitein. Sorry, meiden. Ik raakte in paniek. Zelfs de echte iGirls hebben het nog nooit aan de stok gehad met een enorme kat. Nou, ze knokte tegen een ruimtekat in seizoen 8, aflevering 4. Wauw, jij bent echt hun allergrootste fan. En je bent ook hun allergrootste best geklede fan. Ja, want jij hebt de perfecte ruimtetechniek om je pols. Compleet met radiogolven en superstrakke lasertechniek. Wij gaan die science fiction kostuumprijs in de wacht slepen, meiden. En het wordt nog mooier dan dat. Ik ga vandaag de echte kapitein Rocco ontmoeten. Go big! Laten we naar de beurs gaan. Niets kan ons vandaag nog tegenhouden. Nou, behalve al die mensen dan. Dat viel nog best mee. Het kostte maar 2 uur. Dat betekent dat die selfie met kapitein Rocco al over een kwartier is. Volgens deze plattegrond moet de selfiebox van kapitein Rocco daar ergens zijn. We zullen nooit op tijd aan de beurt zijn. Nou, misschien moeten we de selfie van Shawnee laten schieten en snel naar de kostuumwedstrijd gaan om onze foto te laten nemen. We mogen niet opgeven. We moeten een manier verzinnen. Snackjes! Heerlijke snacks te koop! We kunnen meerijden op die snoeptrein. Tiny Power! Het vette kostuum eens zien. Oh, wow. Kijk, dit is het stripheldenleven zoals het eigenlijk bedoeld is. Oh, het is een doe-het-zelf latexparadijs. Wat een genialiteit, wat een vakmanschap. Maar ik vind nog steeds dat onze kostuums moeten winnen, hoor. Kijk, een drone's destructie drone. Wow. Volgens mij heeft niet iedereen het naar zijn zin op de stripheldenbeurs. Ik heb het gevoel dat ik haar ergens van ken. Handtekening! Portretfoto! Het kost maar $10. Oké, $5. Gratis? Volgens mij ben je de enige. Wow! Daar is het! Het ijsschip! Wow, dat schip staat goed bij mijn outfit. Oh, ik zou er alles voor doen om daarin te kunnen vliegen. Nou, wij ook. Maar het is het model dat ze in de show gebruiken. Met alle details van een echt ruimteschip.
maar dan zonder motor. Een suikerspin komt eraan, hoor. Verlaat het schip! Ah! Oeh, dat scheelde weinig. Alles oké, okay, Shani? Rocco, mijn droomheld. Precies op tijd voor de ultieme selfie. Wat gaaf om eindelijk je heldin te ontmoeten. Go big! Oké. Ik ben je grootste fan, Rocco. Nee, nee. Ik ben je grootste fan. Kapitein? Chill, Shani. Je ziet er goed uit. Jij kunt dit. Zeg gewoon dat je haar dapperheid bewondert, haar leiderschap, haar pilotenskills en... haar verdwijningsmanoeuvres? Waar is ze nou? Neem me niet kwalijk. Ik had een afspraak voor een selfie met kapitein Rocco. Ik weet dat ik een beetje vroeg ben. 39 seconden om precies te zijn. Maar dit is de allerbelangrijkste selfie van mijn leven. Bedankt voor het delen van dat super interessante verhaal. Wat ze bedoelt is, waar is Rocco? Ze heeft even pauze. Nu? Maar hoe lang? Geen idee. Eigenlijk heeft ze pas over een uur pauze of zo. Maak je geen zorgen, Shani. Ze komt zo wel terug. Maar dit is toch vreemd? Kapitein Rocco voert haar werk altijd uit volgens een heel strak schema. Geen wonder dat ze jouw idool is. Dat bedoelde ik als compliment, soort van. Dat is niet waarom ik zo geschrokken ben. Kijk, kapitein Rocco's kostuum is gescheurd. Sporen van een worsteling. Denk je dat iemand haar heeft ontvoerd? Geen idee, maar we weten dat pas als we haar hebben gevonden. Inderdaad, na onze deelname aan de kostuumwedstrijd. Layla, het gaat hier wel om mijn superheld. Hoe sneller we Rocco vinden, hoe sneller we mee kunnen doen aan die wedstrijd. Ze kan nooit ver weg zijn met al die mensen. We hebben alleen een ander perspectief nodig. Oh, de iGirl stripboeken. De speciale editie van de vreemde drones ter destructie in de ruimte. Dump die boeken, Gwen. Ik ben hier alleen voor de miniaturen voor mijn collectie. En natuurlijk om Polly Pocket gevangen te nemen. Gigi, je hebt het me beloofd. Goed dan. Eén Polly-vrije dag. Daar is Rocco. Ja, ik zie haar. Kijk daar. Oh, nee. De helft van de mensen heeft zich als haar verkleed. Wat is dat? Oké, mensen, let goed op. Het is drones ter destructietijd. Wie is erin voor een potje epische drone battling? Dat het absoluut verboden is om hier te zijn. We gaan er vandoor voordat iemand ons ziet. Kan niet. We hebben een maatquad probleem. Er komt iemand aan. Verstop je. Ik wist wel dat ik haar kende. De Pluto-Toriaanse slechterik in seizoen 6, aflevering 9, scène 57. Nou ja, dat zou het zijn geweest als die scène niet was verwijderd. Ken jij zelfs de verwijderde scènes? Natuurlijk. Waarom niet? Oh, nou ja, misschien wel omdat ze zijn verwijderd. Ik weet niet waarom ze de scène hebben verwijderd waarin kapitein Rocco werd gekidnapt en vastgebonden aan... een raket? Stil. Ik bereid me voor op een grote steelscène moment. Kapitein Rocco! We bewegen. Verstop je. Oké, we hoeven alleen maar terug te glippen en... Groot alarm! Doe alsof je een actiepop bent en freeze! Oeh, miniatuurtjes! Deze ziet er interessant uit. Ze zit vast aan die drone.
Ik kan u wel korting geven op die 3 i-girls en de drone. Dat klinkt als een behoorlijk goede deal. Zit er dan ook de originele verpakking en het aankoopbewijs bij? De laatste keer dat ik die miniatuurtjes koop, waren ze niet echt. En dan zijn ze een heel stuk minder waard. Daar kwam ik pas achter toen ik ze thuis liet taxeren door een erkende kunstkampenaar. Ik wist het! Ga weg, kleine Pocket! Ik heb recht op mijn pocketvrije dag! Ik vind deze niet zo leuk. Waarom gaan we niet op zoek naar een echte Super Maxine? Oh, Gwen, jij hebt geen oog voor kwaliteit, kindje. Ik neem ze allemaal mee. Dit is ongelooflijk slecht voor mijn mojo. We moeten kapitein Rocco helpen voordat ze wordt gelanceerd. Dan kunnen we maar beter snel wegwezen. Zal ik dat even dragen? Nee, dit is veel te waardevol. Oh, maar het ziet er heel zwaar uit en jij bent oud. Oh, het is niet zwaar en ik ben zo fris en fruitig als een hondje. Misschien kunnen we hem dan samen dragen. Wat heb jij opeens? Oh. Zullen we dan meedoen met een kostuumwedstrijd? Je hoeft alleen maar te gaan staan voor een foto. Je hebt beloofd dat we er een speciale dag voor ons twee van gingen maken. Oké. Maar snel dan. Zoals Laila zou zeggen. Zelf zou ik het echt nooit gekocht hebben. Maar sommige details vind ik wel leuk. Een fashion reddingsmissie. Oké. Hier is die gekke kostuumwedstrijd. Schiet op en ga staan. Nee, ik wil dat jij meedoet aan de wedstrijd. Wat? Waarom? Gewoon. Jouw kostuum is echt geweldig. Welk kostuum? Volgende. Gwen, dat is mijn... Oh. Die tas hoort niet bij je kostuum. Dat verpest het hele plaatje. Ik wil dat iedereen ziet hoe ontzettend knap mijn Gigi is. Dus je moet je foto laten nemen en meedoen aan de wedstrijd. Ik zal die kinderen wel eens een lesje leren over wat stijlvol precies inhoudt. Lekker puh, Polly. Ik laat jou deze dag niet verpe... Huh? Ik weet niet hoor, maar volgens mij rennen we nu weg van de kostuumwedstrijd. Straks is Laila, we gaan straks terug. Ik weet het, dat meisje aan die raket is veel belangrijker. Lusuft. Oké, we gaan de kapitein redden. Snel, deze kant op, daar lijkt de kust veilig. Go big! Super Science Fiction Show! Ik ben Barb Payne van iGirls. Wie is dat? Ken ik ooit gezien? Tuurlijk niet! Niemand heeft mijn scène ooit gezien. Mijn grootste acteermoment op de televisie. Omdat het uit de aflevering geknipt is. Ze gaat vast wraak nemen omdat ze uit die scène is geknipt. Maar niet gevreesd, want jullie gaan me nu wel zien. Rocco en ik gaan gezellig een nieuwe scène spelen. Geïnspireerd op de geknipte scène, maar herschreven door moi. En Rocco gaat in deze scène veel om hulp schreeuwen. Heel veel. Help! Ze wil me met een raket lanceren om jullie bang te maken. Wat heb ik je gezegd? Wie heeft daar zin in een raketshow? Ze probeert Rocco echt pijn te doen. Shh, ik probeer dit te volgen. Dit is erger dan een uitgescheurde broek. We moeten echt iets gaan doen. Nog even wachten. Wil je dat we wachten op een moment als dit? Rocco kan elk moment haar verborgen touwsnijder gebruiken om zichzelf te bevrijden zoals ze in die verwijderde scène deed. Let op. Je hoeft dit echt niet te doen. Wil je soms geld hebben? Ik heb geld. Misschien is ze het wel vergeten. Hoe kan ze dat nou vergeten? Ze slijt altijd de touwen door en dan stuurt ze een boodschap naar het schip. Dat is het! Onze striparmbanden werken. En volgens het commentaar van de regisseur werken die van de iGirls ook. We moeten alleen even uitzoeken op welke frequentie ze zitten. Dat doe ik wel. Hebbes, zet ze maar op 92.5. Rocco, ben je daar, kapitein? Hallo? Wie is dit? Jarenlang heb ik gedroomd van de dag dat ik Rocco te grazen zou nemen. Kapitein Rocco?
Gebruik je touwsnijder en deactiveer ermee de raket. Vernieuw het controlepaneel. De raket deactiveren? Ik krijg hier echt te weinig voor betaald. Gebruik het gereedschap uit je mouw. Ik weet toch helemaal niet hoe dat moet? Wat? Maar jij bent toch de kapitein? Ik ben niet kapitein Rocco. Ik ben een actrice. Mijn echte naam is Carolyn Catani. En ik zit vastgebonden aan een raket. Ik schiet dadelijk de lucht in en dan krijg ik echt dode punten van in mijn haar. Ah! Ze is nog niet half zo stoer als kapitein Rocco zou zijn. Dat betekent dat ze jouw hulp heel hard kan gebruiken. Je hebt gelijk. Kapitein Rocco zegt altijd, iemand zal dapper moeten zijn. En die iemand, dat zijn wij. Wij moeten dapper zijn en haar gaan redden. Maar hoe? Dat ding zou ons op weg kunnen helpen, als hij kon vliegen. Wat als hij dat kan? De quadcopter kan op dit moment misschien niet vliegen, maar we kunnen de onderdelen gebruiken om dit ruimteschip te laten vliegen. Maak je geen zorgen, kapitein Rocco. We komen je redden. Hier is de turbo booster. En dat is de speakeractivator. Oh, daar zit de parachuteknop. Johnny? Jij zou dit schip moeten besturen. Jij kent het ruimteschip veel beter dan ik. En zelfs beter dan wie dan ook uit de serie. Maar dat kan ik niet. Ik ben niet als kapitein Rocco. Kapitein Rocco is ook geen kapitein Rocco. Wij willen kapitein Johnny. Oké, als ik het me goed herinner, dan zit de zekering gekoppeld aan een timer. Kijk, de reusachtige klok. Kapitein, jij geeft de orders. Wat moeten we doen? Kom op, Johnny. Ik sta niet toe dat die valse diva ervoor zorgt dat die raket wegschiet en ik niet mee kan doen aan die kostuumwedstrijd. Ik kan het niet. Ik weet gewoon niet. Johnny, als jij haar niet kan redden, dan lukt het niemand. Oké, meiden. Jullie hebben gelijk. We gaan nu Rocco redden. Jullie bevrijden Rocco. Alle tools die jullie nodig hebben, heeft Lila al verwerkt in de kostuums. Bam! En weer het Fashion Levens. Maar wat ga jij dan doen? Ik ga die raket tegenhouden. Ik was het. De grootste schurkenkoningin van Pluto. Die een einde kon maken aan die geweldige, dappere kapitein Rocco. We gaan hier vandaan halen, Rocco. Dank je. Wie je dan ook bent. Onze tools werken niet op metaal. Komen we hier niet doorheen dan? We kunnen haar hier niet achterlaten. We moeten iets bedenken. Johnny, wij kunnen haar niet bevrijden, dus jij zal het moeten doen. Oké, komt voor elkaar. Barpain? Hoi, luister. Ik weet dat je boos bent omdat je scène is verwijderd. En het was ook echt super oneerlijk omdat jij echt hele mooie dingen hebt gezegd. Heb je mijn scène gezien? En je vond dat ik mooie dingen zei? Natuurlijk heb ik dat gezien. En nu kun je ervoor kiezen om niet de slechterik te zijn, maar het anders te spelen. Je kunt een superheld zijn. Laat haar maar vrij. Het kan me niet schelen of ik de held ben. Ik wil alleen dat de mensen onthouden hoe ik heet. En dat zullen ze doen! Oh, 10 seconden voor de take-off. Oh,
denk dat al die uren iGirls Laser Force 2000 me geholpen hebben om heel goed te richten. En elke iGirls-fan weet dat er in een ijsschip een parachute onder elke stoel zit. Ik heb hem op autopiloot gezet en toen ben ik gesprongen. Simpel. Je hebt ons gered, Johnny. Ja, jij bent veel dapperder dan Rocco ooit zal zijn. Ik ben gewoon blij dat kapitein Rocco weer veilig is en weer doet waar ze goed in is. Pauzeren voor de camera. En Bart heeft uiteindelijk toch nog maar 15 minuten bekendheid gekregen. Nou, zullen we dan eindelijk maar eens een beetje gaan genieten van de beurs? Go big! Vandaag was echt veel cooler dan ik me ooit heb kunnen voorstellen. Zelfs nog cooler dan een selfie met kapitein Rocco. Maar het spijt me dat we de wedstrijd hebben gemist, Laila. Mij ook. Ik zou... Mag ik jullie aandacht, dames en heren? De winnaar van de jaarlijkse Super Science Fiction wedstrijd is... Laila Draper met haar waanzinnige weergave van de iGirls! Huh? Ooit van opgeven per e-mail gehoord? Omgie, omgie, omgie! Wat ben je aan het doen, Gigi? Ik kijk naar de uitslag van de kostuumwedstrijd. Blijkbaar zijn ze me vergeten te melden dat ik heb gewonnen. Wraaklustige actrice probeert beroemdheid de ruimte in te schieten. Klinkt als iemand die ik graag zou willen ontmoeten. Ha! Ik heb het al. Bla 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 bla. Was Polly Pocket aanwezig op die stripboekenbeurs? En zij heeft mijn kostuumwedstrijd gewonnen? Oh, wacht. Die draken lijken wel heel erg op die nieuwe miniatuurtjes die ik... ik had haar dus gewoon in mijn tas. Maar we hadden wel een leuke Polly-vrije dag, toch? Gwen! Kom op, Laila, we doen het zo. We splitsen ons op, leiden hem af en spoelen hem af in het grote bad. Peaches, kom hier! Bonita, alsjeblieft. We moeten jullie mooier gaan maken voor de dierenclub. De eerste indruk is het belangrijkst. Peaches, wil je alsjeblieft... ons kletsnat maken met badwater? Bedankt. Zo niet cool. Polly? Laila? Hier zijn we, Shani. Waarom zijn jullie nog niet groot? We moeten opschieten. Shani, we hebben hier even een dingetje met water. Gewoon doorademen, Laila. Gewoon blijven ademen. We liggen al 3 minuten en 26 seconden achter op schema. Als wij niet opschieten, hebben we straks geen tafel meer voor de intekenlijst van de clubdag. Maak je geen zorgen, we zijn echt over 2 seconden klaar. Dit helpt niet. Dit helpt niet. Schrijf je hierin voor de Club van Paranormale Mysteries. We hebben geestverschijningen, yeti's en chupacabra's. Ik zou het niet echt spectaculair willen noemen, maar c'est la vie. Ik vind het leuk. Vooral het door jou gevouwen ballonnenaapje. Het is een giraf. Het maakt niet uit, aapje of giraf. Wedden dat onze dierenclub een grote glimlach op het gezicht gaat toveren van alle kinderen van Littleton. Het is inderdaad uit onderzoek gebleken dat je gelukkig wordt als je veel met dieren omgaat. Precies, ja. Onze dieren zullen de kinderen heel gelukkig gaan maken. Toch, Peaches? Dat is een ja. Ik ken haar blafjes. Ik wil dat je weet dat ik nog wel een beetje teleurgesteld ben over je gedrag van daarstraks. Maar je bent nog wel ontzettend schattig. Hé. Hey. Waar is kapitein Collywobbles? Hij is aan het babbelen met de concurrenten. Meneertje Collywobbles! Kom terug, jij! Neem me niet kwalijk. Oké. Leg het extra papier en de pennen klaar. Het kan hier elk moment gaan losbarsten. Oké, dus net ietsjes minder wild dan ik had gedacht, maar laten we positief blijven. Nog niet één enkele handtekening. Wacht eens even, ik krijg onze eerste deelnemer. Hallo daar, welkom. Hey, leuke aap zeg. Dit is de ballonnenclub, toch? Nee. Die zitten daar. Oké, misschien zijn onze dieren wel het probleem. Het zijn tenslotte maar gewone huisdieren. Ja, dat is misschien ook wel een beetje saai. Dat is
er mis met onze huisdieren? Ze zijn veilig, voorspelbaar en allemaal ingeënt. Net als ik. Ze zijn gewoon te... normaal. Wij moeten juist groter en wilder denken. Bijvoorbeeld exotische dieren. Ik weet zeker dat iedereen dan komt. Wie doet er mee? Op naar het bos! Ik weet het niet, Polly. Wilde dieren horen eigenlijk niet thuis in een klaslokaal. Dat komt wel goed, Shani. Met mijn medaillon ben ik eigenlijk een soort dierenfluisteraar. Hoi. Inschrijven voor de paranormale club? Nee. Maar ik weet nog wel een leuke club voor jou. Die heet de Let jij op onze huisdieren terwijl wij op een korte missie zijn club. Alsjeblieft. Nou... Bedankt, Nick. Dit meen je niet. Maar ik ben allergisch. Oh jee. Voor de laatste keer. Ik hoef geen extra creditcard. Tot ziens. Nee, Gigi. Ik ben het. Met Gwen. Oh, ik had je toch gezegd dat je me niet meer tijdens mijn dagelijkse bezigheden mag storen, tenzij het om Polly gaat. Maar het gaat over Polly. Ze heeft een dierenclub opgericht op school. Zeg je nou een dierenclubje? Ja, dat is precies wat ik net zei. Dat weet ik. Dat zeggen ze nou eenmaal. Wat zeggen mensen nou eenmaal? Laat zitten! En ik zou een nieuwe telefoon kopen. Het klinkt alsof je in een kluisje zit. Maar ik... Ik heb het perfecte plannetje bedacht om dat medaillon te krijgen. Dus, we verzamelen een paar dieren en dan terug naar de bewoonde wereld. Misschien gewoon één of twee kleine diertjes. Zoals die eekhoorn. We zullen eens kijken of ze vrijwillig op ons afkomen. Oh, wat ben jij een knapperd. Wil je meekomen naar onze school? Ik denk dat je meer kans maakt bij de dieren als je in pocketformaat bent. Klopt. Tiny power! Een vliegende eekhoorn? Lief en aerodynamisch in balans. Oh, die gaat echt de show stelen. Mee eens. Ik ben oké. Kijk, dat is pas de show stelen. Mee eens. Oeh. Een Alsace-Americanus. Beter bekend als de eland. Een mooie aanvulling voor onze club. We hebben iets groots nodig. Iets dat de aandacht van iedereen trekt. Iets dat schreeuwt, wij zijn cool. Kom bij onze club. Is dat wat die eland schreeuwt? Volgens mij riep hij onvoorspelbaar wild beest. Hallo, grote jongen. Go big lunchpakket! Kijk eens, elandje lief. Heb je zin in een worteltje? Goed zo, jongen. Wauw, hij vindt ze lekker. Iedereen houdt van kleine worteltjes. Dat is wetenschappelijk bewezen. Kijk. Oh, mijn polkadot. Deze is echt super lief. Oh, wat een lieve das ben jij. Weet je zeker dat het een das is? Duh. Ik heb echt een oog voor dieren, hoor. Strepen zijn echt helemaal hip op het moment. Oh, wat een lieve kleine fashionista. Oké. Hey, zouden jullie deel willen uitmaken van onze supergave speciale dierenclub? Ik beschouw dat als een ja. Oh. Dit wordt echt zo te gek. De kust is veilig. Go big! Kom op, schiet eens op. Beetje doorlopen. Wacht even. Het jeukt echt verschrikkelijk. Oh, ja. Oh, precies daar, ja. Gigi, kom op. Straks ben ik nog te laat voor de bakkenbaarden en snorrenclub als we niet snel het medaillon afpakken.
is dit voor iets? Heb je dat babyvosje gezien? Daar wil ik mee op de foto. Achoo. Niet slecht. Maar het valt me op dat ik hier geen yeti zie, of een chupacabra, of geestverschijning. Waardeloze dierenclub. Hé, hey, beetje dimmen. Dit zijn echt de vetste dieren. Achoo. Zeg, hoe heb je eigenlijk al deze dieren hier gekregen? Ons kleine geheim. Laila, wat ze eigenlijk wil zeggen is, wij hebben helemaal geen geheimen, klein of groot. Nee, wij zijn gewoon gek op dieren. Nou, als er een yeti bij je is, dan kom ik wel terug. Want paranormale zaken zijn toch echt veel cooler! Oh, meiden, het gaat hartstikke goed. Kijk eens hoe blij ze worden van onze dieren. Dat is toch mooi om te zien? Dat is zeker weten mooi om te zien. Oeh, Johnny, maak een foto van mij in die lange rij. Hey, niet cool, bananeneter. G'day, Matt. Ik ben Sheila Krekelson en dit is mijn gorilla, Gogo. Ik verwachtte wel dat onze leden huisdieren hadden zoals honden, katten en misschien een cavia of zo. Maar een gorilla? Iedereen wil lid worden van onze dierenclub. Yay! Als de knuffelsessie is afgelopen, moeten we de dieren voederen en vers water geven. Wie had gedacht dat het runnen van de drukste club van de school zo zwaar was? Zullen we een paar stagiaires nemen? Ik ben echt zo blij dat iedereen het zo leuk vindt. Oh, wat haat ik die onopgevoede kinderen. En ik lust geen bananen. Ik ben er helemaal klaar mee. Kijk, dit is Fernando, de vliegende eekhoorn. Oké, rustig aan allemaal. Rustig aan. Als jullie netjes in de rij gaan staan, kunnen jullie hem allemaal zien. Kijk eens! Alle gorilla's houden van bananen, toch? Dit is de beste club ever! Hier, haal maar even vast. Dit is de op één na beste dag van mijn leven. Bedankt, Polly Pocket. Wat lief! Polly, we hebben meer formulieren nodig. Yep, ga ik regelen! Gorilla's zijn wel heel vriendelijk, zeg. Kom jongens, kom erbij! Blijf bij me uit haar buurt, stelletje etterbakken! Werelds eerste pratende gorilla! Awesome! Wacht, ik ga snel mijn camera pakken. Me eerder gaf over die das, weet je nog? Dat snap ik nu, want de das is eigenlijk een... stinkdier. Juist. Fernando! Fernando! Kom naar beneden! Dit is echt helemaal niets voor hem. Kom terug, jij geweihoofdig beest! Misschien was het achteraf gezien toch niet zo'n goed idee om een stel wilde dieren los te laten in onze school. Oké, misschien heb je gelijk. Niet goed over nagedacht. Grisel Grande? En je bent verkleed als een gorilla? Geïnfiltreerd in onze dierenclub om bij Polly's medaillon te komen. Dat is eigenlijk best een goed plan. Dankjewel. Zo, geef nu dat medaillon. Nu! Zei ze nou net twee keer nu? Ja, dat zei ze. Voor de duidelijkheid. Het punt is, wij willen een medaillon hebben. Ik denk dat ik ga voor... nee. Tiny Power! Die eland is op hol geslagen en de jacht is begonnen. Kom op, Gwenny. Dit is een ouderwetse wilde elandenjacht. Meiden, jullie volgen mijn medaillon. Ik kom zo. Ik heb normaal
een strikt elandenjachtverbod beleid. Misschien moeten we zijn geluid imiteren. Moe, moe, moe. Wat heb je er tegen hem gezegd? Volgens mij zei ik gewoon hallo. Of misschien heb ik zijn moeder beledigd. Hé, meiden! Polly! Blijf me volgen. Ik snij hem af. Kom op, Gwen. Hop, hop. Ik heb mijn opsporingsmethodes bijgewerkt om dat medaillon te pakken te krijgen. Voor het geval mijn GPS uitvalt, mijn telefoon kapot is, jij ziek bent en ik Polly niet per ongeluk tegenkom in de stad. Nu kan ik die eland in mijn slaap blijven volgen. Maar je slaapt nu toch niet, Gigi? We hebben hulp nodig om die eland te volgen. Peaches! Heeft iemand onze huisdieren gezien? Bonita! Peaches! Kapitein Collywobbles, waar ben je? Ach, wie hou ik voor de gek. Iedereen weet dat katten nooit komen als je ze roept. Peaches! Hier komen, meid! Goed zo, meid. Hé, hey, we hebben jouw hulp echt heel erg hard nodig. Is dat oké? Onze koets is gereed. Spring erop. Op naar het bos. Dit stomme pak moet onmiddellijk uit. Oh, wat voor een stom kostuum is dit, Gwen? De rits zit vast. Oh. Laat mij maar even. Ik ben heel goed met ritsen. Yep. Die zit heel goed vast. Maar maak je geen zorgen, je ziet er heel cool uit. Oh, er is helemaal niets cools aan. Het is een sauna hier binnen. Oh, kijk, Gigi! Eland afdrukken. We zitten op het goede spoor. Ah, we zitten op het foute spoor. Nou, dit is hopeloos. Er is geen eland of zelfs maar een muisje te bekennen. En het wordt al bijna donker, denk ik. We moeten hem vinden. Opsplitsen, meiden. Kijk, volgens mijn voetsporen-database is dit de hoefafdruk van een volwassen eland. Dus nu moeten we het spoor volgen. Peaches, jouw super snuffelneus en natuurlijke jachtinstincten komen nu supergoed van pas. Volg die geur. Dat water is nog woester dan de rivier uit Planeet Vol Woeste Rivieren deel 6. En deze outfit mag echt niet nat worden. Die mag alleen gestoomd worden. Daar is hij! Peaches, achter die eland aan. Haha! Zeker, vlot geknutseld. Dit is niet echt het moment voor grapjes. Volgens mij zeg ik dit best vaak de laatste tijd, maar hou je vast, meiden! Code, totale paniek! Oh, ik durf niet te kijken. Nog één keer dan. Hou je vast, meiden! Van mijn leven, maar vooruit. Hé, hey, waar is Peaches? Peaches, daar ben je weer! Bladeren gebruiken als handdoek, 1 ster. Ze heeft iets. Kom mee!
geluid maken. Super stil zijn. Oké, hou vol, grote jongen. Goed zo, jongen. Niet zo snel, Pocket. Haal dat vis van mijn hoofd af. Oh, jij knalrode vlooienbal. Nee, konijntje. Ga weg voordat je te diep in mijn ziel kijkt met je knalrode oogjes. Hey, Gigi, wacht op mij! Tiny Power! Go big! Je bent de beste, Peaches! Je zag er heel erg schattig uit als superheld. Bedankt, kapitein. Volgens mij hoeven we nog maar één ding te doen. Op de meeste mensen komt de geur over als die van een doodgewoon stinkdier. Maar ik denk dat hier sprake is van paranormale activiteit. Het zou het werk kunnen zijn van een stinktoor die de leraar duidelijk probeert te maken dat leerlingen te hard moeten werken. Als de wereld vreemd is, dan is Nicholas Wells jullie man. Tiny Power! Peaches, jullie blijven hier. We zijn zo terug. Het stinkt hier binnen nog erger dan Pexels volle luiercontainer. Ten eerste, eeuw. Ten tweede, kots. Handen uit de mouwen, meiden. We gaan hier opruimen. Ik was al bang dat je zoiets zou gaan zeggen. Namens ons allemaal, dank je wel voor deze superleuke middag. Je natuurlijke habitat verlaten is moeilijk en gorilla's in schoolgebouwen zijn raar. Maar we zijn jullie heel erg dankbaar. We houden contact! Nou, dat was de wildste dag die ik heb gehad. Deze week. En jullie. Bedankt dat jullie gewoon jezelf waren en dat jullie ons hebben gered. Sorry dat we dat niet eerder inzagen. Absoluut. Een grotere club is niet per se een betere club. We hadden jullie meer moeten waarderen. Oh, je toch? Gwen, ik zit al 72 uur vast in dit kostuum. Zorg dat ik het uitkrijg. Probeer ik. Je mag me ook straks bedanken, hoor, Gigi.